wel echt wat bijverdienen op deze manier, omdat ik het ook wel leuk vind. En wat is jouw idee een beetje? Wat zou je willen doen? Nieuws. Nou Sven, ongelooflijk. Jij bent in de wereld gedoken van payboys. En dan moet je even uitleggen, wat is een payboy? Een payboy is een jongen die zich eigenlijk online vooral aanbiedt voor seksafspraakjes. En die wil daar natuurlijk wat voor terug en dat is geld. En zo probeert een payboy eigenlijk zijn geld te verdienen. Probleem is, het zijn vaak minderjarigen. De risico's zijn dus schokkend. De jongens zijn vaak slachtoffer van verkrachting, mentale mishandeling en er wordt geweld tegen ze gebruikt. Ze moeten namelijk dingen doen die ze niet willen doen. Iemand van ons team die heeft zich voorgedaan als payboy om eens te kijken, ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Ik heb zelf ook me aangemeld. Ja. En dat is bizar. Je logt in op een openbare internetsite, ik zal hem hier niet noemen, maar binnen 5 seconden heb je tientallen, zo niet honderden, oude mannen vooral, die geld bieden om de meest vreselijke dingen te doen. Hallo Jan. Je hebt geld nodig? Ja, eigenlijk is dat wel de reden, ja. Ik wil echt wat bijverdienen op deze manier, omdat ik het ook wel leuk vind. Wat is jouw idee een beetje? Wat zou je willen doen? Oké, en hoe oud bent u? 50. Oké. Een collega van jou meldde zich aan binnen een aantal seconden eigenlijk. Al weet ik hoeveel berichten. Jij dacht, ik ga die oude vent eens even confronteren. Ja. Hoe ging dat? Een oude man bood eigenlijk gewoon geld aan een 15-jarige jongen om hem op te halen. Dus die kwam in een wit busje aan rijden eigenlijk. Pies ook weer. Ja, het is een beetje het stereotype, ja. Zou je denken. En die appte van, nou, ik sta klaar en stap maar in. En mijn collega is daar naartoe gelopen. En op dat moment breek ik natuurlijk in. Want wat doe je hier? Ik wil even drinken met een jongen. En hoe oud zou die jongen zijn? Net 16. Net, volgens mij weet jij heel goed dat hij 15 is. Sorry, 15, 16. Ja. Het is echt schandalig, hoor. Ja, goed. Waarom ben jij hier? Spanning. Ja, maar spanning met een kind, hè? Ik vind het iets anders. Kijk, pedofilie is natuurlijk een strafbaar onderwerp. Maar dit is praktisch volwassen. 15 vind jij praktisch volwassen? Ja, 15, 16. Ik heb hem ook geconfronteerd natuurlijk. En als je dan met die man praat, die heeft totaal geen idee wat er nou mis mee is. Hè. Hij zegt, ja, ben je dan echt nog een kind op die leeftijd? En ja, sorry. En ik herken je van je programma's, maar ja, zo'n man, ja, een beetje simpel. Dat het illegaal is, ik dacht dat je vanaf 16... Want jij dacht dat je kinderen mocht betalen om daar afspraken mee te maken? Ja. Dat kan wel. Dat ben ik het helemaal niet eens, want ik sta hier om jou dat uit te leggen. Je bent hier voor de afspraak. Hoe jonger je dus bent, dus wij zouden het niet zo goed doen, maar als jij 14, 15 bent, dan worden er zomaar voor een uurtje ja, een paar honderd euro, 400 euro, 500 euro aan je betaald. Super veel geld als je zo jong bent. Als je zo jong bent is dat aanlokkelijk. En als je dan denkt van, nou ja, ik ben nieuwsgierig en ik ga dat eens proberen. Alleen je weet natuurlijk niet wat er nog te wachten staat, weet je wel. Je wordt gechanteerd, er is ook geweld. Ik heb ook een slachtoffer gesproken. Die wilde wel, ging naar een huis toe, wilde toch niet. En is daar, ja, nou, ik zal het niet in detail uitleggen, maar kon niet meer weg. Als je nu kijkt en je bent 14, ga gewoon werken voor je geld. In plaats van je kont verkopen. Nou, dit zijn. Nou, nu ga je te snel langs slachtoffers. Nee, maar kijk, dit zijn jongens. Dat zijn niet de populairste jongens van de klas. Zijn onzeker, zijn nieuwsgierig, loggen in en komen in slag, worden slachtoffer. Ja. Maar inderdaad, als jongeren dit zien, doe dit niet, want je hebt geen weg terug. Liken, subscriben, sharen, volgen, commenten, lid worden, delen. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Het mag allemaal, hoeft niet. Mag? Kan. Kan wel.